Biologieleraar Ron Bus werd 7 jaar geleden behandeld voor zijn alcoholverslaving. Inmiddels werkt hij als ervaringsdeskundige mee aan vernieuwingen in de verslavingszorg. Wat moet er in die sector vooral veranderen in de komende jaren? De verslavingszorg moet in Nederland toe naar 3 pilaren. En de eerste pilaar is de wetenschappelijke kennis. We doen onderzoek van middelen en hoe dat werkt. Ja, nou. 2. De professionaliteit natuurlijk. We hebben mensen die we hebben behandelaars in dienst, psychologen, psychiaters, verslavingse artsen. Dus we hebben mensen in huis die er verstand van hebben, vanuit hun professie. En nu, en dat is een gelijkwaardig pilaar, de ervaringskennis. En die moet nu geïntroduceerd worden. En die wordt volop geïntroduceerd. Nou, en ik denk dat de verslavingszorg die kant op gaat. Ik denk dat ervaringskennis uitermate belangrijk is als je het gebruikt binnen behandelingsvormen en binnen contacten met cliënten.